Laat ons nu aanvangen om met elkander te zingen van den 72e psalm en daarvan het 4e en het 5e vers. Yeah.
Wij wensen u nog voor te lezen wat gij opgetekend vindt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus en daarvan het 16e hoofdstuk. Wij noemen u Marcus 16, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar den zevende dag is den Sabbat des Heeren, u schot, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft den Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u den Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naastenhuis, gij zult niet begeren uw naastenvrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf als de zon opging en zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen? En opzienden zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde,
zagen zij een jongeling, zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar, zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Zie de plaats waar zij hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. En zij haastelijk uitgegaan zijden, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welken hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapten het engene die met hem geweest waren, welken treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapten hebt aan de anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar zij aan zaten, en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld, predik het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen. En zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel en is gezeten aan de rechterhand God. En zij uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere vracht mede en bevestigden het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Gij zijt, die gij van eeuwigheid geweest zijt, en ook blijft tot in der eeuwigheid. Veranderingen kent u niet, verminderingen ook niet, zo min als vermeerdering.
gij zijt dezelfde, gisteren, morgen, ja, eeuwiglijk. En alleen door genade aanbiddelijk en wonderlijk en onuitspeurlijk. In uw goddelijk wezen nooit na te gaan, nog de wijze van uw Gods bestaan, dat nimmer begrepen, nog doorgrond zal worden. En al uw werken zijn wonderbaar, die nooit iemand u heeft voorgedaan, maar die ook nooit iemand na kan doen, zijn de werken door God gewrocht, de welke alle naturen des mensen teniet en te schande maken. Verleen ons, o God, der langmoedigheid en der verdraagzaamheid, waar wij nog de levende toonbeelden van mogen zijn. Ach, gij mochte om uw grote naams willen voorbeelden door uw woord en geest maken, om bewaard te worden voor schrikbeelden, de welke we door de zonden in zin mochten leven onszelf gemaakt hebben. Laat de wind waaien vanuit de hemel, onder de hemel, tot ontwaking en toebrenging uit een doodsrijk, rijk der doden, in het rijk des levens, waarin uw namen deugden eeuwig verheerlijkt worden. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Een kleine mededeling aangaande hen die gevraagd hebben wanneer het is ledenvergadering mocht zijn. Dat hopen we zo de Heer onze dagen rekt na Pinksteren te mogen doen. Ten eerste moet ouderling Hardeman morgen ook weer in het ziekenhuis. Hopen dat het niet te lang is, maar we weten het niet. Maar hopen dat na Pinksteren dat dat rond mag komen om een ledenvergadering. Nu dachten we uw aandacht een ogenblik te bepalen bij het u voorgelezen schriftgedeelte. En dat is Marcus 16, de evangelie van Marcus 16. En van vers 15 tot en met 18. Waar Gods woord aldus betuigt. Die geloofd zal hebben en de gedoopt. En hij zeide tot haar: gaat henen in de gehele wereld, predik het evangelie alle creaturen. Die geloofd zal hebben en de gedoopt zal zalig, maar die niet en zal geloven
hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat ze het dodelijk zullen drinken, dat het zal haar niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen. En zij zullen gezond worden. Tot dusver. Vragen we vooraf om een voorlichtende zegen. Allerhoogste en aanbiddelijke, enigen en edigen, waarachtigen al genoegzamen en zelf genoeg samen, Jehova, die ik zal zijn, die ik zijn zal. Die we goddelijke raad uitvoert door alles heen, en uw eer beoogt en handhaaft tot in der eeuwigheid. Die nooit laat varen uw goddelijk begonnen werk. En ook nooit loslaat, nog overgeeft uw kerk verkoren om als geboren, verloren, wedergeboren te worden. Die door uw taai geduld, wat u alleen heeft, alleen, alleen. Het geduld is bij u. Bij ons is niets dan ongeduld. Gij zijt ook taai van geduld. Want als gewoon zoveel getergd door alles wat gevallen mens is, nochtans gedraagt, nog verdragen en de nog rijkelijk stoffelijk beweldadig gevend en nooit verarmend die ganse wereld met al wat erop is, mens en beest nog onderhoudt. Gij zijt alleen maar te bewonderen waar gij uzelf te bewonderen geeft. Gij zijt alleen te aanbidden waarin de bevinding niets overblijft dan Jezus Christus en dien gekruist. Gij bracht ons in dit morgenuren in den weg uw voorzienigheid, wat veel is. Als we het zagen, dan was het alles. Dan was het alles. Want dan leven wij van garatie. En nog leven wij. Dan hebben we onszelf van alle honger en kommer waardig gemaakt. En er is een overvloedig gezegeningen destijds. Nog een klein beetje verstand, een klein beetje, om nog burgerlijk, huiselijk en nog kerkelijk en maatschappelijk nog te mogen leven. U bewaart ons nog tot heden, dat men ons verstand nog mag hebben. Nog bij de in- en bij de uitgaanden, de ziekenhuizen zijn vol. Die zijn vol. En de krankzinnige stichten ook. En we dachten van de gevangenissen ook. Gij hebt ons die geen verschoning waard zijn, nochtans verschoond. Van datgeen we onszelf waardig
hebben gemaakt. U wil nog als openbaringen van uw vrijmacht en almacht onderscheid maken waar geen onderscheid is. Zodat niemand zich te beroemen heeft op iets in hem of aan hem. Maar we zijn niet meer als wormen. Wormen die over de wereld kruipen naar het einde van onze wereld. Aapmietjes, machteloos ten goede. En altijd macht tot kwade, zonde en ongerechtigheid. En gij had ons toch eenmaal zo goed gemaakt. Dat kon niet beter. Dat kon niet beter. Want u hoeft nooit iets over te doen. Alles wat u doet is wel gedaan. Wel gedaan. Dat is volmaakt. Gij wilde mensen scheppen. Niemand kon u weerhouden om dat te doen. Het is ook gebeurd. Het is ook gebeurd. Gij schiep ons alles zo rein in overeenkomst uw goddelijke natuur. Naar uw beeld, niet in uw beeld, maar naar uw beeld. En gelijkenissen. Wij mochten nu zo leven dat er geen dood ergens te bekennen was. Levend in hem leefden we, overal in hem, want alles was uit hem. Maar we hebben onszelf zo dood gemaakt, zo dood, dat al zien wij de wereld vergaan, we blijven zelf staan, dan zal er geen ware vernedering, nog ootmoedigheid. In die arm gevallen doden zonder ooit zich voordoen. Gij had ons recht gemaakt, maar we hebben onszelf zo slecht gemaakt, dat alleen almachtige genade ons recht kan maken. En gij schiep ons zo schoon tot bewondering, uw goddelijke deugden en volmaaktheden en al uw werken verspreid en geopenbaard. Maar we hebben onszelf zo vuil gemaakt en zo zwart, dat duizenden oceanen als wrakwater over onze zielen spoelende, de niet één zonde wegspoelen zal. Want het is eeuwigheidszonde, het zijn zonden voor eeuwig. En die kunnen alleen door een eeuwigheidsbloed, het bloed der eeuwigheid, maar weggenomen worden. Waarvan uw woord getuigt dat Christus zijn gemeente van God gekocht en betaald en voor Gods ere gekocht. Als we in dit morgenuren eens wakker geschud mochten worden, al zijn we 60, 70 of 80 jaar, dan zullen we zien wat we nog nooit gezien hebben. Dan krijgen we ook een nieuwe tong. Ook een nieuwe tong. Om te gaan roepen en bidden en smeken al wat noodzakelijk is aan deze zijde van het graf, om van het graf onze zielen gestorven en Adam gered te mogen worden. Heer, u mogen onze zieken gedenken. Och, als u ze opzocht, als uw zin daalde, er zijn geen hellen die uw werk kunnen nog zullen verbranden. U greep de Manasse, het grootste beest van het oude verbond, met een genadegreep, met een verbondsgreep, zou nooit gekund hebben. Indien dat gezegende verbondshoofd
hem zelf niet gegeven hadden, de zonden waren eeuwiglijk, onvergeeflijk en de verdoemel. Maar laat nu, o eeuwige majesteit, waardoor uw lieve zonen meer genade verworven als zonde, en meer leven dan doodwaardigheid, en meer gerechtigheid dan ongerechtigheid, laat die verbondsgeheimenissen uit de diepte der eeuwigheid, dus het verbond der genade, een gevend verbond. Ja, gij zijt zelf het verbond des vredes. Gij mogen onze zieken gedenken aan lichaam en zielen. Beiden zijn weldaden. De een is tijdelijk, maar wel groot. Als een mens nog thuis mag zijn en nog bij de in- en bij de uitgaande mag behoren. Dat wordt het best gekend aan we de gezondheid kwijt zijn. Nochtans, hoe groot het ook is, het eindigt bij de dood. Maar de genezing der melaatsheid der zielen, door uw lieve geest en goddelijke genade krijgt, is een genezing niet voor 80 jaar, niet voor 100, maar is een genezing door uw bloed en gerechtigheid ten eeuwige leven. Oh, u mocht ze gedenken. Een verlangen naar huis wordt in het ziekenhuis meest gevonden. Een waardering in zoverre dat men dan merkt dat men getrouwd is. Als men van elkander gescheiden is. Gij mocht om s'naams willen. Nooit thuis brengen. En u mochten eens meegeven, datgene dat de ziel het diepst vernedert en uw deugden verheerlijkt. Gedenkt onze weduwvrouwen en weduwmannen, beide mensen met een gebroken leven. Beide mensen met een door midden gebroken leven. Beide mensen met een gemis wat de hele wereld niet vervullen kan. Beide mensen met een alleen zijn wat nooit door anderen verzadigd kan worden. Dan alleen door hetgeen gij weggenomen hebt. Gedenkt al uw knechten, wie ze zijn, dat weet u het beste. Wat ze zijn, dat is u ook volmaaklijk. En arme mensen, oh, ellendige mensen. Tot het minste goed ongeschikt. Meest geen begeerte om te begeren. En zuchteloos en waardeloos. En goddeloos over die wereld gaan. En moeten ervaren dat zonder de bediening des geestes alleen vlees zijn. Alleen vlees. En dat is vijandschap en dat blijft vijandschap. Uw woord mag u stellen als een paard in kracht en majesteit. En uw goddelijke boog nog spannend om de een of de andere zo te raken in verwondingen die met niets genezen kunnen worden dan door de wonden van Immanuel. Gedenk al uw knechten over het troon der aarde. Help ze met kennis nemen. Help ze met waarnemen. Help ze krachtiglijk. Om van zichzelf af te zien, van mensen gunst, die sterfelijk en verdoemelijk. Van mensen eer, dat meer als goddeloos is.
en van mensen vrezen, die niets, geen waarde, maar alleen onwaardig is, omdat alleen God gevreesd moet worden. En waardig is om gevreesd te blijven. Ga nog met uw heilig voor. Als een straaltje licht, dan is zo licht. Dan is het zo licht. Straaltje licht geeft vrolijkheid en blijdschap. Ga jij ook in deze achterliggende weken ons kerkverbandje, hoe duur ook verzondigd en doorgezondigd, nochtans als door een wonder Gods nog bij elkaar gelaten. Waartoe u naam hartelijk dank zouden zeggen, wanneer wij een hart mochten ontvangen. Ervaren wordt in uw kerk, zonder mij, geen ware nood. En zonder mij, geen ware uitkomst. En zonder mij, geen ware dankbaarheid. Vervuld wordt uw woord, zonder mij kunt gij niets doen. Amen. Van de 106e psalm, en daarvan vers 24, 25 en 26. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst, hun tranen aan. En hun hateren verwoedheid, hij gedacht aan zijn gestaag verbond. En haar berouw. Na al zijn goedheid, mededogendheid met Israëls wond. Dies heb genoegen hun last verlicht. Zelfs voor ons vijands aangezicht. Verloos ons ook als onze vaderen. Wil ons nog overal verspreid. Genadig weer bijeen vergaderen. Zo wordt uw naam en roem verbreid. Geloof, zij Israëls grote God. Zijn gunst schenkt ons dit heilgenot. Zo zullen wij zijn goedheid danken. Dat al wat leeft en eeuwig heren, al het volk zeggen amen. Op mijn klanken juicht aarden, loof den opereren. En onder zesde psalm 4, 5 en 26 en inmiddels krijgen ieder gelegenheid en een liefdegaven achterzond.
als we jongstleden zondag geweten hadden dat de heren die synoden in de kerk verband bij me kanden zouden. Maar ik had zo benauwd niet gehad. Maar ik niet zo bang geweest. Maar ik zag het niet eens. Ik zag het niet. Ik zag alleen maar wolken. En dan geen lucht, maar zwarte wolken. Zwarte wolken. En als die uit gaan regen hadden met donder en bliksem doorgaans gepaard gaan, de heren, er schiet niks van over. Dat is onze laatste snode. Ze zei, man, dat komt nooit meer goed. Komt nooit meer goed. En het wat verdient ook, ik. Ja, het wat verdient ook. Dus ik kon alleen maar vragen, heren, kan het nog? Kan het nog? Kan het nog? Van uw langmoedigheid en van uw verbond. Toen jongsleden zondagavond naar bed ging, denk ik, kan wel opblijven. Kon van slapen toch niks. Kan niet. En ik zag al die scheuringen maar voor mijn ogen. En het enige kerkverband dat nog heel is, in naam, dat is de oud-gereformeerde gemeente. Die is nog heel. Die is nog heel. Dat is nog een kerkgenootschapje. Verder is alles gescheurd. Is alles gescheurd. Kijk maar rondom je heen. Ja. En wat gescheurd is als kerkbreuk, dat wordt onder dit oordeel niet meer geheeld. Dus ik dacht ook, het is gebeurd. Het is gebeurd. En toen, maandagmorgen, door alle ellende, toch ontwaakt, ja, de heid weer in, o God, nog een ogenblik. Dat is slecht. Schande voor de hele wereld en uw naam op een ontzaggelijke wijze onteerd. Onteerd. Ja. Toen schoof de heren van achteren, en lief regeltje in mijn net. Ja. En dat zei dat er geen hond zijn tong beroerde. Dus ik ook niet. Want ik ben ook een hond. Ik ben ook een hond. Ja. Dat het nog niet vernield zou worden. Ik kreeg lucht. Ik kreeg een beetje lucht. Maar er wordt altijd naar Gods gewone weg die beproefd. Ja. Zo beproefd als het jou nou gebeurt. Nou. Zo beproefd als het jou nou gebeurt. Nou is gebeurd. En er stond er in dat krantje, voor de laatste keer, dat er een lam is wat leeuwen kent. En dan ga ik het afbreken enkel met dit. De leeuwen waren er. Hoor ik ook bij. Maar het lam was er ook. Het lam was er ook. En toen het lam kwam, toen kwam de schuld. En toen deed er niemand zijn mond meer op. En toen verenigden we het met elkaar. Met een warme handdruk. Dat lam heb het gedaan hoor, Ede. Dat lam heb het gedaan. Geef me zij alleen de eer. En toen zei de duivel. Zelfde les de keer wel weet je. Zei nou, dat weet je ook niet. Zei God, help keer op keer. Dus toen nou nog niet voor 2 jaar geleden. En toen ging ik naar huis toe. Verblijd. Beschaamd. En gekluisterd. Want ik wilde de heren danken. Kon niet. Ik had het niet. Ik had het niet. En dan hoor ik dominee Toes nog zeggen. Je vindt het ook terug in de waarheid. Dan neemt God de wil. Voor de duivel. Moet hij met zijn ganse kerk. Ze hebben allemaal wel eens begeerd om hartelijk lief te hebben. Maar ze kennen niet.
Maar toen heb ik wel zachtjes inwendig, terwijl ik van hier naar huis liep, een gelofte gedaan. Een belofte. U? Ja. Ja. En wel deze, heren, als ooit die ellendeling een hemeling zou hier. Als ooit die zondaar een heilige zelf hè. En die bij u zou mogen zijn, dan zeg ik je hartelijk dank. Dan zeg ik het doen zoals gij het waardig zijt. Geprezen en geëerd te worden. Zo heeft dan de God aller genade nog gedachtig geweest. En hebben ons ook deze reizen weer uit en door geholpen. Die opgestaan is, is overwinnaar van de dood en van het graf en van de hel. De welke getuigt in het evangelie van Matthäus 28, mij is gegeven van den Vader als middelaar, profeet, priester en koning. Alle macht, de Vader heeft hem alles in handen gegeven en heeft alles aan hem vermaakt. Als de uitvoerder van het welbehagen God zonder gebreken. Als de volvoerder van de eeuwige raad God zonder mekeren. En de uitvoerder van al de besluiten Gods. De welke wijze, vrije, om door grondelijke besluiten zijn. En wanneer dan Christus zijn jongeren in een dag der opstanding niet dadelijk naar de hemel vaart, wat hij had kunnen doen, maar eerst zijn jongeren samen vergaat, opdat hij hem als profeet zo onderwijs, waar hij als hoge priester hemzelf golde onstraffelijk opgeofferd en ze als koning te regeren als het hoofd van het genadeverbond. Dan is hij het zelf die zijn jongeren een lastbrief geeft of een opdracht. Of een bevel, evangelisch bevel. Of een goddelijke opdracht die in hart en schouders gelegd werd. Om te volvoeren. Staat in dat 15e vers. Gaat heen. Moest u niet blijven zitten. Moest u niet in huis blijven zitten. Ze moesten niet bij mijn kanten blijven zitten. Gezellig, gezelschapje houden. Maar hij zegt, gaat heen. Hij stuurt ze. Hij zendt ze. En maakt ze ook bekwaam om naar die zender, die zending te luisteren. En dat met innerlijke bekwaamheid des geestes zulke zending van hun zender te mogen volvoeren. Gaat heen in de gehele wereld. Dus ze moesten niets uitsluiten. Niets. Nederland ook niet. Engeland ook niet. Rusland ook niet. Want God heeft zijn kerk van alle orde des lands. Rusland zal het aantal ook uitleveren. Wat van eeuwigheid verkoren is ten leven. Dat zal Amerika ook. Want je leest in Openbaringen 7. Van vers 9. Na deze zag ik de Russen. Na deze zag ik de Duitsers. Na deze zag ik de Amerikanen. Na deze zag ik de Nederlanders. Staande voor een troon. Dus elk land en werelddeel
zal zijn uitverkoren uitleveren en worden geleverd en gegeven in het koninkrijk van God. Gaat heen in de gehele wereld, daar mocht niets dus van uitgesloten worden, want de gehele wereld legt in zijn dood. De gehele wereld legt op de rand van de hel. De gehele wereld staat bij den dorpel van zijn graf. De gehele wereld zijn hardnekkige, weerbarstige en weerspannige en goddeloze zondaars. Moet eens denken, Eden, dat er in die hele wereld niet één was die wat van God moest hebben. En daar staan 144.000 vol van God. En heeft God dat gedaan. Daar zingt ook den dichter van. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Ja, dat is waar ook. Ze doen daar ook nooit anders als God eren. Als God eren. Zonder zatheid. Met een eeuwige zielsvermakingen van hem. Die hem zelf vermaakt in hen. Als zijn vaten gereinigd door bloed en geest. Ja. Dan moesten ze niet praten. En niet lezen het Oude Testament voor in de gemeente. Hoewel er werd ook alle zondagen gelezen werd. Maar ze moesten preken. Ze moesten preken. En preken wil zeggen. Na Jesaja 59. Roept uit de kelen. Petrus zegt. Zij vuren van geest. Alsof de Heere zeide. Je moet zo roepen. Alsof je ze wakker kan roepen. En je moet zo schreeuwen alsof je ze wakker kan schreeuwen. Roep daar de keren houdt niet in. Dat wil zeggen prediken. Het is niet flauw zomaar een beetje praten. Dat zonder Jeruzalem zout. Maar met zout bespreekt. Predikende niet een evangelie, maar het evangelie. Want een apostel schrijft in Romeinen 1, dan gaan ze reizen naar Rome, dat er maar één evangelie, je hoeft op geen andere evangelie te wachten. Er is ook nooit geen andere evangelie geweest. Dit is het evangelie. Wat zijn wortel heeft in het welbehagen Gods. En evangelie wil zeggen. Alles wegnemen wat verdoemeniswaardig is. En alles schenken wat God verheerlijkend en zielzaligend is. Dat is evangelie. Dat is evangelie hoor. Ik heb er wel eens meer gezegd. Het evangelie in zijn betekenis is niet alleen een blijde boodschap, maar is een foto van de ingewande God. En is een foto van de uitstorting van het bloed God. En is een foto van God, de Heilige Geest, die het uit het zijne neemt. En zijn kerk schenkt. Lieve evangelie. Ja, een bloedevangelie. Ja, het is een bloedevangelie. Het is een zodanig evangelie. Dat Christus zei tot die geraakte. Mijn zoon heeft goede moed. Zei je genezen? Nee. Hij zei, zoon heeft goede moed. Uw zonden zijn u vergeten. Nou, mooi, dat lam blijven sterfste niet meer. He?
beter lam met een gezonde ziel, maar om te bewijzen dat hij God was, zei hij tot hem, staat op, neem je beddeken op een wand. Het is toch wat hij, oh ja, oh ja, oh ja. Dat evangelie, dat redt het allerreddeloosste en het vuilste maakt het zo schoon dat God het in huizen kan, die een verterend vuur is en een eeuwig roet. Ja, dat evangelie, daarvan Paulus zegt, houd in gedachtenis, dat de Zoon Gods is opgestaan, het evangelium wat in hem de eeuwige volheid zich openbaar. Naar mijn evangelie. Alsof die zeggen, het heb zo'n beest als ik me wel gezaagd. Het heb zo'n vijand als ik me wel in gewonnen. Naar mijn evangelie. Wat eerst in mij geopenbaard is. En wat naderhand door mij gepredikt is. In alle plaatsen. Waar een apostel heen geleid. Dus je zou haast een beetje moed scheppen. Je zou haast een beetje moed scheppen. Als dat evangelie, waarvan de engelen gezongen hebben, ere zij God. Dus boven dat evangelie staat de ere God. En dat is om een vuurbrand der hellen op rechtsgrond en wet voor eeuwig te stellen zonder vlek en zonder rimpel. Er hoeft toch geen ander evangelie te komen. Kijk, begrijpen me. Ja, maar er is geen remonstrants evangelie, hoor. En geen pelagiaans ook. En ook geen evangelium waar men eter aan toe wil doen, dan gaat het evangelium dus voorbij. Dat evangelium dat redt een mens zonder tranen en zwaarden, zonder enige gerechtigheid en zwaarden. Dat evangelium dat redt alleen het waardeloze, goddeloze, hardnekkige, verdoemelijke zondaar. Dat makkelijker zijn. Dat evangelium, dat zalig de rampzalig, maakt van een doemeling een hemeling. Maakt van een godmoorden een liefhebber van God. Maakt van een Christus doder, en die uitroep, zulken is mijn liefde, daar een bloed, die daar hangt aan de schandpaal, is mijn genade. Die zichzelf wil geven, opdat de ingewandelde deugde der eeuwige Goddes leven zich openbaart. In deze ontzaglijke diepe vernedering van Christus, waarin niet één zonde ongestraft gebleven is van zijn kerk, en niet één penning door hem onbetaald gebleven, maar hij mocht uitroepen op Golgotha, het is volbracht, uitgenaamd. Zijt gezalig geworden en dat niet uit de werken. En de vrucht van die prediking, ze moesten gaan naar een wereld waarvan je leest in Efeze 2.
U dan heeft hij medelijk. Ze moesten gaan naar doden. Ze moesten gaan naar hoeren. Ze moesten gaan naar spotters. Ze moesten gaan naar afgodendienaars. Ze moesten gaan naar het schuil van de wereld. En naar het onwaardigste op de wereld. En die moesten niet naar hen, nee, zij moesten naar die slachten, naar die goddelozen, naar die verlorenen gaan. Daar moest het evangelie naartoe. En zij niet naar het evangelie, maar het evangelie naar hen en in hen. Alle roem is uitgesloten, alle roem. Zij verre zijn van apostel, dat ik anders zou roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Een evangelie dat van hoeren maagden maakt en van God moeders God liefhebt. Een evangelie het wel onder de toegerekende gerechtigheid bekleed met de bekleding van de natuur Gods die door de wedergeboorte deelachtig wordt. Toch een lief evangelie. Toch een lief evangelie. Ja. Er zat eens een man onder me gehoord in Giessendam. Oh, het was een man met een groot verstand. Hij had een mooi niet gaan luisteren naar dominees die geen verstand hebben. Mooi niet doen. Want hij zelf het verstand is. Mooi niet gaan kerken. En vooral bij die ongeleerde mensen niet. Maar toen vraagde ze aan hem. En. Oh, zweet niet. 95% wet en 5% evangelie. Ja. Ik dacht, het is nog waar. Het is nog waar. Want de wet is een voorloper. Dus heb je die voorloper niet, dan zullen we nooit in het evangelie gesteld kunnen worden. En, als ik het nou goed zeg, waar ik ook altijd nog naar zoek, dan is ook die goddelijke wet, waar God de auteur van is, is ook ons een nieuwe wet. Een wet die we niet graag zullen missen. En dan is de wet zowel een evangelie als geen evangelie. Want daar ligt de wet in verheer. En David zegt, hoe lief heb ik uw wet, al mijn vermaak. Oh ja, alles wat van boven komt is goed, hè? Ja. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Die kan niet zalig worden, maar die zal zalig worden. In de eerste plaats, die geloofd zullen. En als er nou iets onmogelijk op de wereld is, als er nou iets nooit zal kennen, en het nooit door één mens tot stand zal komen, dan is het dit zaligmakende geloof, want dat wordt geschonken door almachtige genade. Hoor je? Je moet eens vragen aan een kind van God in beproevingen. Aan een kind van God in verlatingen. Moet je zeggen, ach mensen, geloof toch. De Heer is toch dezelfde gisteren. Hij is toch nog de Almachtige, dat geloof. Dat hij de Almachtige is, dat heb wel eens geloof. Maar ik kan nou makkelijker naar de hel gaan als geloven. Maar ik weet niet meer wat geloven is. Ik weet niet hoe ik ooit geloven zal. Ik weet alleen niet. Als een kruimeltje, een straaltje. Van dat geloof ontvang. Ik zou een ereprijs erover. Ik zou mijn eigen in God zien. Maar nou ziet niets als de dood. De hel, mijn schuld, mijn veroordeling daarbij. Ik zie nou niets, man. Als een omkomen gelijk ook ons in het begin van de week van die synode. Ik had geen geloof. En alsof ik nooit geloof heb. En alsof ik ook nooit meer geloven zou.
Het was zo ver weg alsof het nooit en nooit beleefd. En dat is nu de weg naar het goddelijke evangelie. God wil zijn wonderen kwijt. En als God zijn wonderen kwijt wil, dan zal die vaten onderwerpen gaan maken. Waarin hij die goddelijke wonderen zal openbaren en verheerlijken. Daarvan heeft Johannes de Doper de gelukkigste wijsvinger gehad van alle van Gods kerk op aarde. Oud en Nieuw Testament. Want Johannes die wezen man. Met een wijsvinger geliefden. Waar de profeten naar uitgezien hebben. Heb Johannes hem aangewezen. Hij zei, ziet zeg je dat staat. Ziet zeg je dat is die. Die van de diepte der eeuwigheid door de ver. Afgezonderd is. Om weg te nemen. Wat de hel nog niet wegneemt. Al brandt die duizenden eeuwigheden bij wijze van zeggen. Dan zou de hel nooit, nooit, nooit ene zonde verbranden. Maar zou eeuwig branden op de zonde. Maar een eeuwigheid niet verbranden. Want de zonde is een ontsteker van de eeuwige toren Gods. En die kon dan alleen door een eeuwigheidspersoon op Golgotha gedragen worden. En weggedragen worden. En zo volkomen gedragen. Dat al de goddelijke deugden zich voor eeuwig vermaken. In dat zoete bloed van onze Heer Jezus Christus. God is uitgetoond, aan het einde getoond. Maar dan zou een kerk nooit aan het einde van zijn barmhartigheid. Nooit aan het einde van zijn liefde. Hij zou nooit aan het einde komen. Om zijn Sion te vertroosten met eeuwige vertroostingen. En ze eenmaal toe te roepen. Kom, kom. Je lijden is heilig. Je zonde zijn jij. Volk, als je de laatste zonde gedaan. Dan zullen de poorten der eeuwigheid opengaan. En dan zal het zijn, kom, gij gezegende mens vast. Dit is dus dat geloof wat in onze voorvaderen omhelst hebben hun mat op palen, pilaren, brandstapels en schavotten. Dit is het geloof. Waarvan we lezen in Hebreeën. Dat in de loop der vaderen leven openbaard. Door het geloof. Viel de muren van Jericho. Door het geloof. Heb David die niets was. De grootste reus onthoofd op haar. David heen ging naar Goliath. Toen zag hij maar leeg. Toen zegt die man geval. En de daad heeft niet ontbroken. Want geloven, dat is een omhelzen van de Goddelaar. Die zijn woord altijd op zijn tijd. En wijze vervullen zal. En dat altijd door een weg waar geen weg meer is. En met eerbied gezegd. God zal zijn kerk net zo lang ontdekken, totdat er niets meer is als een heilige wandel. Wat is een heilige wandel? De heiligheid is door Christus verworven. Ah. En God gebruikt die wandel om dan aan het einde van hun verstand te redden naar zijn eigen eeuwig onsprekelijk en ondoorgrondelijk voordeel. Maar die niet geloofd zou hebben. Ja. Ja. Die zou verdoemd worden, al is die gedoopt. Al is die gedoopt. De dood, goed luisteren,
De dood is een instelling Gods. Hoe lang duurt die? Zolang de wereld. Maar een instelling zonder de insteller, dat is Christus. Dan is de dood geen voertuig van genade. En de sacramenten storten niemand genade in. Nooit hoeft iemand naar de avondmaal te komen om genade op te doen. Nooit hoeft iemand naar de avondmaal te komen om van dood levend gemaakt te worden. Dat hoeft nooit. Maar men kan ook nooit gedoopt worden zonder meer. Of blijft hangen in de instelling. En dan zegt de waar. Dat de hel vol zal leggen met besnijden. Maar ook vol zal leggen met gedoopten. Ik denk dat ze onder ons hier alle gedoopt zijn. Klein en groot. Klein en groot. En de inhoud van de doop openbaart ons dat onze natuurlijke geboorte niet deugt. Dat onze natuurlijke geboorte meebrengt een graf van zonde, maar dan zullen we niet gedoopt te worden. Als onze natuurlijke geboorte goed was, dan hoefden we niet gedoopt te worden. Als een zichtbaar teken in het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar onze doop wijst ons op onze verdoemelijkheid. Ze wijst ons dat we in onze geboorte al rijp zijn voor de hel. Dat we in onze geboorte al kinderen des toorns zijn. Al kinderen des duivels zijn. De doop laat ons zien dat al wat geboren wordt uit de gevallen mens, dat kleeft een drieling van zonde, van dood en van hem. Moet ons over denken, moeders en vaders. Hè. Als ons dat door zijn ogenblikje thuis gebracht wordt, dan onze kinderen in zo'n jammervolle staat geboren. In zo'n rampzalige staat. Dan denk ik. Dat het ons zo zou drukken. Zeg, o God. Om mijn schuld leggen ze verloren. Om mijn schuld gaan ze verloren. Om mijn schuld zijn kinderen er hel. Om mijn schuld. Als dat op een mens gaat drukken, dan kan je weinig je indenken wat we lezen in Marcus 10. Dan de oude zulke kinderen, als hellingen zijn schoot geworpen, die de hel tot een hel zal zijn. Wij zouden zo graag lieve kinderen die tot Christus zijn. Ze zijn voor ons lief, maar. Ze leggen onder het rechtvaardig oordeel Gods. Je moet denken dat er een hangt van dat goddelijke zijn en wezen. Daar kan niet één zonde. Om één zonde werden de zondigende engelen uit de hemel gebliksemd. Ik zal de Satan vallen, zei Christus. Als een bliksem uit de hemel. Eén zonde. Terwijl het aan onze voorvaderen bedreigd, en ik zeg het wat korter bij, terwijl ik bedreigd ben. Want als God een mens bekeert, dan wordt die Adam in Adam. Dan komt hij zelf bij die boom te staan. Dan valt Adam weg en hij is zelf Adam. Rechtvaardig verloren, ongezegende tweede Adam. Die nooit, nooit zal laten te openbaren. Waar men een Adam aanvaardt. Wat men daar zelf gedaan. En daar zegt die waarheid. Maar. Dat niet een geloof. Daar staat er niet wat niet geduld. Want het geloof.
dat heeft een waardigheid boven de dood van mensen. Vooral in die tijden van vervolging. Nou was er min of maal geen plaats waar ze gedood, maar ze geloofden. Geloof, geliefden. Dat gaat de sacramenten te boven, want het geloof, dat verenigt met het voorwerp des geloofs. Dat aan moeten te uiten dat de sacramenten missen. Ze zijn door de dood en het bloed van Christus gedood, voor de heilige geest. En zullen door het geloof zijn vlees eten en zijn bloed drinken. Al wordt het dan niet meer op aarde, dan zullen toch die gelovigen hierbij halen het eens eeuwig eeuwig mag en ervaren zonder geloof en zonder dood. Want er zijn geen sacramenten in de neem. En, ja die tijdje loopt ook altijd maar door hè. En die geloof, dus dat is dat zaligmakende geloof. Dat is het geloof wat reinigt, dat heiligt. Dat is het geloof, geliefden. Waarvan een apostel zegt, ik weet in wie die gelooft. Daar heb je de zekerheid des geloofs. En daar zegt een apostel Johannes van. Dat het bloed van onze Heer Jezus Christus. Dat was alle zonden, heb je zonden? Denk nou eens even terug. Wel gedoopt en geen geloof. Waar eindigt dat? Waar eindigt dat? Laat me zeggen dat we allemaal gedoopt zijn. Wie mag het geloven zitten? Wie mag het geloof de lach bestaan? Van waar dan duizenden zich bedriegen. En van de dood een voertuig van genade maken. Ik heb eens in het ziekenhuis gelegen bij een man. Die ook ten doden opgeschreven was. Hij zei, maar ik ben niet bang. En ik, nee. Hij zei, toen ik gedood ben. En toen heb God gezegd, Marinus, ik wil jou hebben. En daar twijfel ik niet aan. Geen geloof, maar vasthouden aan de dood. En als men geloven mag wat in den dood verklaard ligt, dat geloof is reinigend. En anders worden we gedoopt, geliefden. En zonder geloof zullen we verdoemd worden. Zullen we verdoemd worden. En dan is dat. En die het geloof zullen ontvangen hebben, zullen deze tekenen doen. Nee. 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 De apostelen hebben nooit een teken gedaan om iemand te bekeren. Nooit. Ze hebben ook nooit geen mens bekeerd. Jesaja ook. En Paulus ook niet. Maar die zullen deze tekenen volgen. Volgen. Die zullen deze wonderen aanschouwen, volgen door het geloof. Die zullen deze tekenen volgen. Nee, nee, nee. De kerk doet geen tekenen. En aan me iets meer zijn als armoe, ellende, zonde en schuld. En iets meer zijn dan Jezus Christus en die gekruist zijn er te veel. Om gezalig te worden. Het is toch wat dit. Oh, ik kan het niet zeggen. Ik kan dat niet zeggen. Die zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. Nou. Duivelen uitwerpen. Waaruit? Ja, heren. Hier. Nou, ik vind het toch wel een beetje erg hoor. Om een mens, voor een duivelskind te verklaren. Ik niet. Ik vind dat niks te erg. Want het is waar. Het is waar hoor. Het is echt waar. En als we dat zaligmakende geloof mag ontvangen. Dan zullen we gaan beleven. Dat je een gevleesde duivel bent. Een gevleesde duivel.
Zoveel mensen op de wereld, zoveel duivels op de wereld. Zoveel mensen op de wereld, zoveel zondaars op de wereld. En zoveel mensen op de wereld, zoveel hellen op de wereld. En ik zeg niet te veel, lees Romeinen 1 maar en vervolg de brieven van een apostel. En dan zult ge moeten zeggen, man, man, het is waar. Ik ben een gevleesde duivel. Laat men mij maar eens aanpakken. Laat men mij maar eens wel zeggen. Dan kunt ge het vuur des duivels in mijn ogen zien. En dan kunt ge het vuur des duivels in mijn woorden horen. Die zullen deze tekenen volgen. Volgen hoor. Niet voor die tekenen uitlopen. Er zal nog wel eens een wonder in mij gebeuren. Of ik zal nog wel eens een wonder. Dan lopen de tekenen de wonderen vooruit. Dat hoorde ik ook van een godvruchtige dominee. Die ging ook altijd een mens bezoeken en zei die man altijd, ja dominee, er zal toch een wonder moeten gebeuren. Dat is zeker waar. Dan kwam die weer, zei die, ja dominee, er zal toch een wonder moeten gebeuren. En dat deed die man wel vier, vijf maar. Op slot zegt die man, man wonderen gebeuren, en bekeert u dan? Die liggen toch op te wachten zoals hij zegt. En de man heeft het nooit meer gezegd, het is ook nooit gebeurd. Dat zijn van die aangenomen spreekwijzens. Want het twijfelt er niet aan dat zoveel als er van dood levend gemaakt wordt, dat zullen doden blijven in zichzelf. Net zo lang als hier zijn. Ik zal de apostel getuigd aan de Korinthe. Zegt, waartoe worden wij dan nog voor doden gedood? Dat wil toch niet zeggen, ach, dat kind gaat sterven en nog gauw dopen, anders is dat kind verloren. Heen. Maar waardoor de Heilige Geest gedood wordt en in de onderhouding des geestes ter genade, dat voor de hele wereld maar een dood mens. Zeg, waar moet die man voor bezoeken? Ik kan nergens anders over hebben als over geestelijke dingen. Ik kan nog van eens in zijn avondje over de koe praten. Ik kan nog van eens in zijn avondje over je bedrijf praten. Dan zeggen ze, oh, laat maar naar huis gaan. Laat maar naar huis. Ze zeiden, aan die mensen heb je toch niks. Die zijn dood voor de wereld. Gelijk ook Paulus zelf getuigd en gelaten is. Zij verre van mij dat ik anders roemen zou. Dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus en komt het. Door welke de wereld, mag je dat wel zeggen, de wereld is me geen cent waard. En dat zal al Gods volk in mijn ogenblikjes ervaren. De wereld zegt is me een pesthuis. En ik ben een pest in de wereld. Daar gaat die man, die altijd alles afkeurt. Daar gaat die man die altijd zegt, ja mijn zus moet het en dan. Daar gaat die man aan zijn gehaten omdat hij geliefd is. Daar gaat die man aan zijn dood omdat hij leeft in een ander. Waarvan een apostel getuigt. Worden alle dagen in de dood overgegeven. En wat is dat? Gewaar te worden niet te kunnen bidden. Gewaar te worden niet te kunnen denken. Gewaar te worden niet te kunnen lezen zo behoort. Zeg, oh God, ik heb weer als een dode gelezen. En ik heb me weer als een dode en belijdenis gebedje gedaan. Waarvan David getuigt, zult gij wonderen doen aan doden. En in mijn naam, dat moet ik nog even zeggen. Dan kan ik wel zien dat de Heer ons spaart wanneer we dat andere eens af mogen halen. Of zij vanavond of zij op een andere keer. In mijn naam, hoor je goed. Dus als in de naam van Christus, waarvan de bruid zegt, zijn naam is een uitgestorte olie. En als die olie des geestes, die verharde zielen doortrekt, dan wordt hij zo wit. Als die olie des geestes, dat verstolde harten doortrekt, dan verbrijzelt die naam. Onder de uitstralingen zijn er goddelijke liefde om zich
te laten liever door dat zee, wat geen vrijtje liefde waard. In mijn naam, zijn naam is wonderlijk, dat en wat er verder voor. Maar zijn naam is zo levendmaker, zaligmaker. En straks doet Petrus een prikje, een klein prikje maar. En er worden 3000 duivelen uitgeworpen. Dat is een prik. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. En dat hart zal gemaakt worden. Tot een hart, tot een heiligdom Gods. Dus die uitwerping geschiet door woord en geest. Door woord en geest. Want het is een almachtige daad der genade. Dan zien we nu, dan die 3000 Godmoorders en Christus dood. En de uitwerping van die duivelen. Met nieuwe tongen gaan spreken. Nieuwe tongen, wat ze nooit eerder gezegd had. En waar ze nooit eerder iets van wisten. Gaan ze met nieuwe tongen spreken. Vanaf dat ogenblik. En roepen, mannen broeders. Wat zullen wij doen? Een nieuwe tong. Dat hebben ze nooit eerder geroepen. Dat hebben ze nooit eerder gewaargeworden. Maar daar roepen ze een nieuwe tong. Verzoen de zware schuld. Die ons met schrik vervult. Met nieuwe tong. Daar schreeuwt dat verbrijzelde zondaars hart. Heere, bekeer me. Met nieuwe tong. Was uit de diepte en haar verlorenheid zullen het uitschreeuwen. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling zijn. Nieuwe tongen geliefden. Die zijn de wedergeboorten ontvangen. Die nieuwe tongen. Het wil ook zeggen aan de andere zijde. Dan de oude tongen. En toch laat ik dat nu laten zitten onder stijtje. Laat ik liever nog iets van die nieuwe tongen zeggen. Die zijn door de wedergeboorte geschonken. Zal eeuwig nieuw blijven, ook in de hemel. En ze zongen een nieuw lied. Met nieuwe tong zullen ze eeuwig lopen. De Heere mocht ons, alle die gedoopt zijn. In de naam van de ene God, jongens en meisjes. 3 heilige stippen hebben we op ons voorhoofd. Vader, Zoon en Heilige Geest. En die stippen, die 3 heilige stippen, die zal bij ons sterven niet weggenomen worden. Die 3 heilige stippen, die blijven. Daar gaan we mee voor. Eeuwig verloren. Tot een getuigenis tegen ons. En als die 3 heilige stippen geheiligd mag worden, dan zal het eeuwig voor ons zijn een verkiezende vaart en een verlossende zoon en een toepassing des geestes. Amen. Ach, zegen uw woord. Heer, als u het zegent, dan kan niemand kan dat wegnemen. Dan gaat die mens met beroering naar huis. Dan gaat die mens naar huis en moet zeggen, o God, wel gedood. En straks gedoopt. Gedoopt, Heere, gedoopt. In de naam van de ene God. En straks voor eeuwig veroordeeld. Ach, Heere Jezus. Zou toch nog eens een keertje gedoopt hebben. Aan de binnenzijde. Met den doop des verbonds. Den doop des geestes. En door u. Uitgebrand en leeggebrand. En is onbranden uit de eeuwigheid door den brand des eeuwige verbonds. Waarvan de bruid getuigt, vele waar, zullen deze liefde niet kunnen uitlossen. Want ze is harder dan het graf en zijn kolen. Die uit de eeuwigheid ontstoken zijn. En die weder zullen keren. Van waar ze geschonken zijn. En het zal zijn door u. Door u.
eeuwig welbehagen. Amen. 60 vers 1, Psalm